Geweldig jullie weer te zien, team. Søren hier met vandaag weer een nieuwe Pokémon Go update video voor jullie. Eigenlijk kan ik deze video nog helemaal geen update noemen, want het is nog helemaal niet bevestigd. Maar durf mijn handen voor in het vuur te steken dat de titel die bij deze video staat, daadwerkelijk gaat gebeuren. Dus hopelijk hebben jullie er zin in en laten we snel beginnen. Here we go! Ik heb namelijk een paar artikelen op het internet gelezen. Ja, het is nog helemaal niet bevestigd, maar het is gewoon een leuk idee en ik denk ook zeker dat het gaat gebeuren. Dat er namelijk een kerstevent aan zit te komen tijdens Kerstmis. Nou, dat is natuurlijk hartstikke geweldig, want we weten natuurlijk uit het verleden dat tijdens Halloween ook ja, het gewoon een hartstikke succesvol event is geweest en dat het daardoor zeker in de toekomst ja, waarschijnlijk is om nog een keer terug te laten keren. Zowel voor Niantic, die er veel geld aan kan verdienen, maar ook gewoon voor de spelers, omdat we natuurlijk extra candy kunnen krijgen, XP, Stardust en natuurlijk Pokémon's die je normaal misschien niet zo vaak ziet. Dus eigenlijk gewoon een win-win situatie. Nou, en ik vond het inderdaad wel een leuk idee en ik vind het ook zeker ja, gewoon weer een event, de kerst-event dan, waar je gewoon heel veel dingen in Pokémon Go aan kan linken. Zo kan je natuurlijk meer ijstype Pokémon laten spawnen, omdat kerst natuurlijk vooral gaat om sneeuw. Dus ja, dat past natuurlijk gewoon heel erg bij Pokémon en ijstypes. Nou, je kan natuurlijk ook speciale Pokémon of andere speciale Pokémon laten spawnen. Zoals bijvoorbeeld Snorlax vond ik wel een gaaf idee. Tijdens kerst gaat het er ook wel een beetje om eten en lekker eten en allemaal dat soort dingen. Nou, wat denk je dan aan in Pokémon? Dat is natuurlijk de Snorlax die gewoon een hele grote buik heeft en gewoon ongelooflijk groot is. Nou, dan past dit ook helemaal in het feit dat waarschijnlijk ook de tweede generatie in december eraan zit te komen. Dat betekent natuurlijk dat je ook minder Pokémon van de eerste generatie tegen zult komen, hè, omdat er natuurlijk meer Pokémon in het spel zitten. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog helemaal geen Snorlax hebben. Het is een zeldzaam Pokémon. Dus nou, dat is natuurlijk wel een mooi einde eigenlijk van de eerste generatie. Om dan gewoon Snorlax, die past bij kerst. Maar ook een Lapras, ijstype Pokémon. Om die wat vaker te kunnen laten spawnen. Zodat je eigenlijk gewoon je Pokédex af kan sluiten van de eerste generatie. Of in ieder geval zoveel mogelijk. En meteen door kan gaan naar de tweede generatie. Dus dat vind ik zeker een gaaf idee. Nogmaals, het is helemaal niet bevestigd, maar ik zie het wel zeker wel gebeuren. Er komt sowieso een kerst-event, daar durf ik nogmaals mijn handen voor in het vuur te steken. Maar of deze Pokémon gaan spawnen, dat weet ik niet. Hoort er natuurlijk ook graag van jullie. Welke Pokémon denken jullie misschien dat te gaan spawnen? Of hebben jullie misschien nog gave ideeën? Laat me dat zeker weten. Ook is al een keer een kerstaflevering geweest in Pokémon zelf, in de afleveringen. Waar natuurlijk ook meer ijstype Pokémon te zien waren. Maar ook Jinx en Rapidash en Lapras dan. Nou, de Jinx was onderhand, er was een hulpje van de kerstman, dus dat was wel gaaf. Dus ja, je verwacht eigenlijk die dan sowieso meer te spannen, of meer te zien. En ook een Rapidash. Totaal tegenovergestelde van de ijstype, maar het was toen het hulpje van de kerstman in Pokémon. Dat was namelijk een soort van rendier. Dus ja, vond ik zeker wel een gaaf iets en dat lijkt me ook zeker wel een Pokémon die man misschien ook vaker zal spannen. Nou, verder heb ik ook nog een paar artikelen gelezen die suggereren dat de tweede generatie pas in 2017 komt. Het was een beetje een sketchy artikel, dus ik geloof het niet helemaal. Dat was ook het enige dat ik had gelezen. Ik vond het gewoon even leuk om mede te delen. Ik hoop natuurlijk zelf dat het pas om het jaar gewoon een nieuwe generatie gaan toevoegen. Want dat blijft gewoon een beetje, of dan houden ze het zeg maar aan net zoals de originele Pokémon spellen die om het jaar een nieuwe titel krijgen. Misschien omdat het een mobiel spel is, dat het best wel waarschijnlijk is dat ze om een half jaar gaan doen. En dat is het inderdaad toch een beetje rond deze tijd. Misschien nog in december, misschien nog net na, begin 2017. Dat moeten we echt gaan zien. Maar nogmaals, nog niks is zeker, maar de waarschijnlijkheid is dat het in december gaat gebeuren. Maar om dat ook nog even gezegd hebbende, wat betekent deze kerst-event nou voor de toekomst? Of in ieder geval, wat kan je van verwachten? Nou, ik verwacht eigenlijk weer een beetje hetzelfde als Halloween. En dat je ook weer dubbele candy krijgt voor Pokémon, dus voor ruilen, vervangen en natuurlijk ook voor transferen. Dus ik zou alvast zeggen, spaar alvast candy voor onder andere Rattata, Pidgey die je makkelijk kan laten evolueren en dus heel veel XP kan krijgen. Want ik denk ook dat je ook gewoon weer dubbele Stardust en dubbele XP krijgt. Nogmaals, zeker niet, het is helemaal niet bevestigd, maar ik denk zeker dat dit gaat gebeuren. En ik denk dat er al de reden toe is, want kerst is gewoon een heel groot event wereldwijd. En gebaseerd op het succes van Halloween is het gewoon voor iedereen een win-win situatie eigenlijk. Dus ik zie er helemaal geen problemen mee. Maar goed, met dat gezegd hebbende, laat me natuurlijk zeker weten welke Pokémon jullie denken meer te zien spannen. Of welke Pokémon jullie vinden passen bij kerst. Laat maar zitten gaan we het horen. En laat me dat zeker weten beneden in de comments. Voor nu wil ik jullie natuurlijk enorm bedanken voor het kijken en voor al die geweldige support. Dat wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En dan zien jullie heel graag bij mijn volgende video.